Ja. 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 Ja, ja, is het je wel eens opgevallen dat er mensen zijn die als je tegen ze praat de hele tijd ja terugzeggen, maar terwijl ze inademen? Ja, 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 ja. Vind ik zo typisch. Ja, 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 ja. En op een gegeven moment zit zo iemand helemaal vol met ja. Ja, 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 ja. Dan denk je, wat gaat er nu gebeuren? Ja, ja, ja. Gaat hij op degene op de uitadem zo? Ja, ja. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Ja, 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 ja. En op de een of andere manier nooit als ik daar behoefte aan heb. Hè. Ik ben altijd midden in een verhaal van, ik ging naar het postkantoor. Wie denk je dat ik daar tegenkom? Ja, ja, ja. Ik, nee, dat is niet het moment. Ik sta daar in die rij. Wie denk je dat er... Ja, ja, ja. Ja hoor, ja, ja, ja. Vaak ook ogen dicht, hè, lul maar door. Ja, 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 ja. En dan, weet je, dan denk ik, met zo iemand zou ik heel graag een keer gaan snorkelen. En dan vrij ver uit de kust, weet je, net iets te diep, zodat het hele ding onder water is. En dat ik dan zo gebaar van, kijk, mooie zeeanemonen, hè. En die ander zo, ja, kom op. En dan in mijn eentje weer naar boven zwemmen. Lijkt me zo'n bevrijding. Dag. Ja. Ja. Weet je wat je eigenlijk een keer moet doen? Tenminste, dat heb ik gedaan. Dan moet je een keer in je huis gaan zitten. Een hele tijd. Moet je een hele tijd in je huis gaan zitten. En je moet al die tijd niet naar buiten gaan. En je moet ook niemand opbellen. Zodat je niemand spreekt. En al die tijd dat je in je huis zit, moet je dus eigenlijk alleen maar, het enige wat je doet is observeren. Wat observeer je dan? Nou, ten eerste het volgende. Dat het zo heel langzaam steeds ietsje lichter wordt. Totdat het op zeker moment dan, ja, licht is. Waarna het na verloop van tijd ook, ja, als vanzelf, of echt vanzelf, weer donker wordt. Als het donker, dan zie je een tijdje niet zoveel, moet je toch gewoon blijven kijken. Want dan wordt het ook vanzelf weer licht. En nadat het licht is geweest, is het weer donker en dan weer licht en weer donker en weer licht. En als je dat dan zo'n aantal keer hebt geobserveerd en je hebt al die tijd niemand gesproken, je bent niet naar buiten geweest, dan zul je merken dat je je gaat bezighouden met de essentiële vragen van het leven. Bijvoorbeeld, ik ben voor mijn spiegel gaan staan, ik ben het woord guur gaan uitbeelden. Denk ik, oké, dit is guur. Logisch gezien zou je dan verwachten dat onguur is. Maar dat is niet zo, hè? Dit is guur, en dan is dit onguur. Dat is een miniem verschil, guur, onguur, guur, onguur. In plaats van guur, onguur. En dan denk ik, ja, ik weet nog niet wat ik ermee kan. Maar dat komt nog wel. Thank you.
Mijn buurvrouw die doet aan taboe fluisteren. Dus ze zegt een hele zin op een gewone toon en dan komt er een taboe en dan gaat ze ineens fluisteren. Dus dan zegt ze bijvoorbeeld van ja, we wonen in een heel erg leuke buurt. Het is echt heel gezellig. Er zijn ook heel veel leuke buurtborrels. De markt is ook heel dichtbij. Dus ja, heel leuke buurt. Ja, alleen wel veel Turken en Marokkanen. En het is raar, want het is wel een soort taboe, maar het is ook weer het soort taboe waarvan ik zeker weet dat ze het eigenlijk heel hard zou willen zeggen. Maar dat mag niet. Dus daarom fluistert ze het, maar dat weer zo hard mogelijk. Turken en Marokkanen. En het lijkt me zo mooi als ze in het leven nou eens echte taboes gefluisterd werden. Gewoon dingen die je echt niet kan zeggen. Gewoon dingen die echt niet kunnen. Dat die gefluisterd werden. Dat je, ja, het is nog niet zo makkelijk te bedenken wat dat dan zou zijn. Nou, dat je bijvoorbeeld die vrouw in die shampoo reclame ziet die dan doet van, omdat ik het waard ben. Maar ik weet helemaal niet zeker of ik het wel waard ben. En probeer maar wat. Wat me trouwens ook opvalt is dat mensen die zeggen, nee, nou lieg ik. Dat die meestal niet zo heel erg aan het liegen zijn. Hè? Het is altijd in een zin als van, ik stond op 15 meter van dat huis. Nee, nou lieg ik, 10 meter. 5 meter erbij gewoon. Je hoort het nooit met echt vette leugens. Je hoort nooit dat iemand zegt, nee, ik ben meteen van mijn werk naar huis gegaan. Nee, nou lieg ik. Ik heb even gewacht tot iedereen weg was. Heb ik hem helemaal uitgekleed. Heb ik een babylaarje aangetrokken. Ben ik gaan rondrennen over de directiekamer. Terwijl ik riep, nee mama, ik heb niks gedaan. Oh, en even een woord van waarschuwing. Waar je voor moet oppassen is mensen die zeggen wat ik wel vond. Wat ik wel vond, daar moet je voor oppassen. Stel hè. Je hebt een moderne, avant-gardistische dansvoorstelling gemaakt. Om even binnen ieders referentiekader te blijven. Nou, die heb je gemaakt en dan voer je uit. En dan na afloop komen je vrienden naar je toe. En dan is er één die zegt, leuke, moderne, avant-gardistische dansvoorstelling. Leuk gedaan. Wat ik wel vond, is dat je even moet letten op ritme en dynamiek. En dat verdachte, want die nadruk op dat wel, dat suggereert wat diegene daarvoor allemaal zei. Dat was wat diegene niet vond. Dus leuke, moderne, avant-gardistische dansvoorstelling, dat vond ik niet. Wat ik echter wel vond, is let eens op ritme en dynamiek. Kortom, kloot dansvoorstelling zonder ritme en dynamiek. Het is gewoon niet echt heel logisch of zo, hè? Het is niet, ik zeg zelf ook voortdurend dingen die totaal niet logisch zijn. Hoor. Want, ik hoorde mezelf laatst tegen iemand zeggen, die ging op vakantie. En toen zei ik, hey, als ik je niet meer zie, dan een fijne vakantie. Mocht ik je wel nog zien. Ja. Er zijn ook meisjes, hè, en die refereren aan zichzelf in de derde persoon. Van die meisjes, zo'n meisje heet bijvoorbeeld Debbie. Niks ten nadele van de naam Debbie. Maar Debbie die heeft een vriend en die vriend staat op het punt om naar het café te gaan. En dan zegt Debbie zelf tegen die vriend, zegt ze, oh, Debbie vindt het niet leuk als je gaat drinken met je vrienden. En dan wil ik opstaan en wil ik zeggen, luister Debbie, ik weet dat het heel moeilijk voor je is, maar jij mag ik zeggen tegen Debbie. Begrijp je dat? Nou, dat begrijpt Debbie dan niet.